jongens, vandaag een video die ik wel met jullie moest delen. Normaal gesproken heb ik opnames speciaal voor GTA en alles wat in de livestreams gebeurt. Dat zie je alleen terugkomen in de highlights. Alleen, dit was zo'n bizarre overval, jongens. Het is zo lijp dat ik dacht van, hé, dit is te veel voor alleen highlights. Ik moet het geheel met jullie delen. En vergeet me ook niet te volgen op Twitch, want morgenavond om 7 uur ben ik weer live te vinden. En geloof mij, dit wil je niet missen. Bij een voetbalwedstrijd, het is leuk om een samenvatting te zien. Maar als je er live bij bent, jullie gaan zien wat jullie hebben gemist. Let's go! Hey, zullen wij eventjes een winkeltje gaan kijken, of wat? Ja, toch, let's go. Ja, ik kan dit hebben gedaan. Wat? Wat heb je met mijn motor gedaan? Dat heb ik niet gedaan, klootzak. Ik heb hem helemaal niet... Nee, bro, man. Ik wil dat je sorry zegt. Yusu, broer, dit heb jij gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Wanneer moet ik dit gedaan hebben? Ik heb die last van mijn motor heb gekregen, broer. Wow, die was al die kleur, hoor. Ik ben helemaal wat, daar heb je het over. Ik heb mijn motor niet meer, joh. Oh, geef aan mij. Ik ben gek. Tering bij je. Kom. Ja. Kom snel. We gaan naar de AWB winkel. Luister dan, ik heb wel echt honger. Ja, er is genoeg eten. Brood, honger. Even wandjes omhoog. Even meekomen, kom. Achterop. We gaan een leuke rondje rijden. Moeten we allemaal uitstappen of? Ja, allemaal. Allemaal meekomen. Is goed. Allemaal achterop. Is goed. Maar wie moet ik... Anders gaan we prikken, gasten. Ja, doe gewoon even rustig. We gaan. Dat doen wij zeker. We hebben alleen wat centjes nodig. Kom op, jalla. M.O.B. jongens. Money boven bitches. Jalla. Hij is helemaal gek. Let's go. M.O.B. Verschijnder. Kom op, dame. Jalla. Ja, kalm. Jezus, niet zo respectvol. Ze worden boos. Kom op, blondje, jelle. We hebben een beetje doekoe nodig. Moet je nou een motor op slot doen of niet? Waar is collega? Hé, ik kan die motor niet op slot doen. You got this? Ik heb dit, man. Oké. Niet naar buiten lopen als die is gestart. Oké, gewoon hier blijven. Ja, druk hem op die E-spier. Oh, wat gelang. Meneer, hij is geactiveerd. Oké, je moet in het gebouw blijven, ja? Niet naar buiten lopen. Nee, ik blijf anders hier. Anders annuleert hij die. Amanasi. Collega. Yo. Je mag best wel naar buiten lopen, maar niet buiten het gebouw, snap je? Oh ja, ik denk, blijf gewoon hier. Ja, dat mag wel, maar ik dacht, misschien wil je er gezellig bij staan, joh. We gaan dansen, welke dans gaan we? We gaan lekker dansen, jongen. Nog 11 seconden, oh dit, nog 9 seconden, jongen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Nou, je verstaat mij, of niet? Oh. Oh, maat. Maat, we hebben jackpot. Ja, maar wij hebben in het ziekenhuis toch... Maat, we hebben gewoon 3 ton, maat. Maat, dat kan nog ineens, joh. Gek. Hé? Meneer. Kijk, snap maar. Ja, weet niks. Het is toch 3 ton? Oh, laat maar zitten, 30k. Shit, gaan we vastzitten voor 30k. Ik zat niet goed te kijken. Ik ben niet anders. Nee, ik ken je. Je hebt helemaal gelijk. Oké, nou is goed. Nou, nu moeten we nog wegkomen, jongen. Ik had wij moeten doen. Gewoon gelijk de motor pakken en rijden. En weet je wat jij moet doen? Wat dan? Je zou ook eens een dansles moeten nemen, jongen. Maat. Kijk eens. Papi Monjeo. Hey, kan ik even met iemand spreken? Wanger, ik ben een hemelsbuurrad. Nou, meneer, uw tal staat me niet aan. Ik naar binnen. Jij hebt het nou niet eens gehoord, joh. Jij trekt lekker volle zaal, joh. Waarom richt die man? Jongens, gratis baklava. Nee, de badsbak komt eraan, jongens. Hey, mede Kale. Hoi. Goeiedag. Kale. Jongen. Hou aan met mij, hoe is het nou? Hey, goeiedag. Goeiedag. Je wil kijken hoe vol stetjes er zijn, toch? Ik wil heel veel dingen even. Wacht even, mag ik maar naar beneden doen? Ja, tuurlijk. Oké, kom, loop mee. Ja, wat is er allemaal, joh? Nou kijk, hier zie je dus al 4 hostetjes. Kom, maar loop mee naar achteren, want dan laat ik zien hoe serieus het is. Meneer de paard, laat ik zien. Hoi, iedereen. Hoi. Was goed? Wat komt de guy doen? Werk de club, kom op, jongen. IJs, het is klaar. Meneer de piraat, het is klaar, IJs. Sorry, jongen. Kom. Meneer, waar bent u? Ja, ik was even met een van de hostetjes aan het praten. Hé, hey, jij ook! Hand omhoog! Oh! Nee, niet... Wat? Nee, hey, wat ga je doen? Hand omhoog! Meneer! Nee, dit is gevaarlijk. Ik vertrouw jou niet! Hand omhoog! Ik beloof het je, ik heb het niet. Ja, volgens mij veel te veel gekke dingen doen. Ik doe niks, jongen. Ja, ik vertrouw jou niet! Ben je naar politie, dan kijk ik gek! Collega piraat, het gaat verkeerd hier. Oké, blijf met je hand omhoog. Ik wil ook! Wacht!
Oké. Okay. Ik wil zijn reet eten. Luister dan, luister dan. Eén. Bro, doe rustig, doe rustig. Doe rustig. Ik ga het barbecue. Nee, nee, nee. Luister, luister. Hé. Wie? Bro, één op tien. Eén op tien dat ik hem eraf haal. 1 op 10 dat ik hem eraf haal. 3, 2, 1. Ah, ga maar niet. 5. Oh, jongens, we zijn al te vaak. Hé, wat moeten we doen? Rustig aan, jongens. Rustig, jongens. Dit gaat niet meer goed komen, dit gaat niet meer goed komen. Weet je wel wat je aan het doen bent, Peter? Bo, als het moet, haal ik hem eraf! Ik haal hem eraf! Tel af! Tel af! Oké. Wat gaan we krijgen, Peter? Nee! Ik wil nog wel naar de kinderen gaan vandaag, hoor. Nee, wie haalt hem eraf? Misschien heb jij wel een goede... Zal ik zeggen 3? Nee, ik vertwijfel. Wat moeten we doen? Sorry, collega. Bam, hij zei mijn naam! Die moet hij eraf! Hij moet eraf! Sorry, collega. Ik zal het niet nog een keer doen. IJs, het was niet de bedoeling, IJs. Hij moet eraf. Sorry, Peter. Sorry, IJs. Het is helemaal uit de hand gelopen. We zijn allemaal ontsnapt uit de TBS-kliniek. Wat moeten we doen? Er is een zombie met masker. Waar is hij? Oh, jongens. We moeten nu een keuze maken. We moeten eerst een keuze maken. Kunnen we niet eerst een pistool vragen? Kunnen we ze een pistool vragen? Ik word zenuwachtig. Ik heb mijn wapen niet afgedaan. Hij heeft zijn wapen niet afgedaan. Jongens. Oké, maar wat moeten we doen? Hij weet het wel. Twee zijn naar buiten! Oh shit, dat is helemaal fout! Hé, blijf! Wat moet ik doen? Het gaat verkeerd, jongens! Meneer, wilt u... Luister, jongens! Ik word gek! Sorry! Wat moeten we doen? Of we halen hem eraf en we rennen naar motor toe! Ik weet het niet meer. We doen steenpapierschaar! Ik denk dat we de dokter moeten bellen. Wat denken jullie? Ik weet niet. Dokter van wat? We willen kijken wat de psychiater zegt. Wat dan? Wat zegt hij? Wat zegt hij? Zal ik even kijken? Oké. Wie's idee was het om hem... Dat was mijn idee. Jongens. Even kijken. Ja, opa. Ja, opa. Noem nog harder mijn naam, opa. Oh, shit. Sorry. Ik heb niks gehoord. Ik ben half dood. Dokter. Jij bent dood. Sorry. We hebben een kleine foutje gemaakt, dokter. Ja. Wat dan? We zijn in de winkel gegaan en we hebben een Tia naar ons overgekregen. Tia Maria! Er is de alarm afgegaan en nou zitten we met een kleine... We zijn de lul. Ik wil terug naar de kliniek. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Hij is weer Rovi geworden. Ik weet het allemaal niet meer. Hé, waar ga je naartoe? Ja. Haal hem eraf! Weet je het zeker, de dokter? Wat zegt de dokter? Moet ik het zeggen, de dokter? Oké. Dokter zegt eraf! Dokter zegt eraf! Eraf! Dit gaat fout, Peter! Peter! Wat moeten we doen? We hebben te veel gehoord. Dit gaat nooit meer goed komen. Wat doen we? Mijn motor is dicht beneden achter. Ja, ik weet niet. Wat denk jij? Luister, we zijn niet achterlijk. Draai om. Holy shit, hij heeft videocamera! Hij heeft video! Hij heeft video! Jongens, hij moet eraf! Hij moet eraf! Ik kan hem afdoen. Ik doe hem in deze hooi, man. We zijn de lul! Wacht, iemand roept een agent dat we nog eentje nodig hebben, dat die flauw is gevallen. Roep hem. Ga ze naar binnen vallen. Of roep hem. We hebben eentje nodig. We hebben extra nodig. Jongens, het gaat helemaal... Iets met thuis kan ik richting jou vliegen. Ga maar naar binnen. Ja, kom maar. Ga je neerschieten, kijk uit. Die maken nou geen grappen meer, hoor. Allemaal jouw schuld, godverdomme. Die man moest eraf. Haal de bodycam. Is jouw schuld. Hey, rustig.
We verliezen controle. Rustig blijven. Rustig blijven. Rustig. Ik heb hem gezegd. Nee, pak jij die SD-kaart. Die ligt hier. Hij is er ook af. Noem mijn naam bij de kut als netjes, joh. Oh. Idioot dat je bent. Wat zeg je nou, man? Jij noemt mijn naam ook altijd. Je zegt altijd Peter dit, Peter dat, Peter zo. Peter, de fucking nazi. Ja, iedereen weet het nu. Het doet de shit niet meer. Oh. Motherfucker. Ik word helemaal... Ik word gek hier. Jij hoort in de psychiater. En jij dan, opa? Nee, jij hebt iemand neergestoken. We moeten hem terug naar de psychiater brengen. Waar blijft mijn hondok? Je hondok is hier, ik ga je ook. We hebben een agent nodig, Ik zag dat je bent, opa. Sorry. Jongens, kom maar. Kunnen we niet op de motor stoppen? Jongens, we zijn de lul. Weet je wat we gaan doen? Shank battle, we moeten iedereen neersteken. Oké, daar komt politie. Goeiedag. Goeiedag, agent. We hebben een probleempje. Je collega is je flauwgevallen van alles. Hij is flauwgevallen, hij heeft geen eten meer. Kom maar naar achteren meekijken. Nee, mijn collega mag hier gewoon even blijven staan. Hij is blauwgevallen, dus... Blauwgevallen. Loop maar mee, meneer. Een beetje water en drinken voor zijn gezicht. Ja, kom maar. En misschien nog ook een washandje. Meneer Daisy, loop maar mee. Loop maar mee, meneer Daisy. Ik blijf hier staan. Je blijft hier staan, hoor. Je hebt een zware stem, hè, man. Je hebt een zware stem deze dag. We hebben de dokter nodig. We moeten gewoon doktermelding maken. Ja. Hij is blauwgevallen. We hebben een sessie nodig. Ja, we hebben echt een dokter nodig. Kom, loop maar mee, hoor. Niks aan de hand. Kan ik meelopen? Je kan meelopen, zeker. Ja, jij mag zeker meelopen. Ja, KC, loop maar voor mee. Alleen Sarah kan ons helpen. Kom mee. Nee, er gebeurt niks. Oké. Kijk, hij ligt hier flauw. Handen omhoog. Om. Kijk, hij ligt hier. Handen om. Hij wordt gered. Kijk, roep maar naar achteren dat het helemaal goed gaat. Roep één iets anders roepen en hij gaat gelijk hem in je nek krijgen. Ik moet wel een beetje de deur open krijgen, dus, anders kan ik niet... Ja, oké, doe de deur dicht. Ja, doe een beetje die deur open. Jongen, gezeik. Hey, jongens. Gewoon naar huis straks, kerel. Rustig, hij komt thuis. Het gaat goed hier, hoor. Ja, oké. Okay. Handen omhoog. Kerel, waarom doe je dit nou, man? Oh, kijk, hij is een beetje moe, zie je dat? Kijk goed. Hij is een beetje moe. Hij heeft een beetje drinken nodig. Waar is... Wat heb je gedaan met mijn collega, man? Nee, joh, er is niks gebeurd met je collega. Gek. Mag ik bij hem kijken, alsjeblieft? Tuurlijk mag je kijken, maar geen rare beweging. Nee, ik ga het gewoon omlaag, jongen. Doe die mes omlaag, wat je rare dingen weer gaat doen, omdat ik weer... Nee, dat vertrouw ik niet. Ik ga zijn verwondingen kijken, jongen. Ik heb geen wapen bij niet. Me, jongen. Als ik in de auto ga. Doe de huis rustig, joh, leeuw. Ga die ding omlaag doen. Oké, ik hou hem gewoon zo. Ja, help hem maar. Gaat het goed met hem? Gaat het goed? Wat heeft hij? Wat heeft hij? Politie, wie heeft mooi wapen, hoor. Wat doe je nou, jongen? Bro, die man komt met melding. Die man maakt de melding. Rennen. Rennen. Bro, er ligt... Politie, Abi, als ik hier uitkom, mag eentje die wel vasthouden. Bro, waar moeten we naartoe? Oh, goed, bro, John Dory. Bro, hij maakt de melding. Kom maar op één manier hier weg. Hoe dan? Dus dat één maf ketel met een groter geweer voor de deur. Gaan we het beide steken? Dan komen ze gegarandeerd naar binnen. Kom. Tegelijk. Ja, weet je het zeker? Ja. Politie, Abi. Het is bro. Nu of nooit, kom. Met mijn collega, man. Nu of nooit. Collega is hier. Ja, mag ik hem even zien en mag je even naartoe lopen? Ja. Ik krijg nog niet. Ja, ik word gek in mijn kop. Wanneer komt hij? Hij klinkt een beetje Amsterdamse. Hij moet je collega even zien. Moeten we even zijn stem aan doen. Oh. Ah, collega, het gaat oké. Meneer, kom maar. Was dat oké? Dat klonk dat hem toch? Ja, dat klonk dat hem. Dat klonk dat Ik zal nou aan tegen, collega. Ja, maar ik zeg jij, kom maar, ja. Maar hij gaat hem via Porto proberen. Hij denkt niet, jongens. We moeten naar hem af toe rennen. Nee, ik krijg kortsluiting. Het is allemaal jouw schuld. Maar rustig, het ging goed. Ze gaan binnenvallen. Ik heb daar geen last van. Ze gaan binnenvallen, kom. Ze gaan binnenvallen. Jongens, ik hou van jullie. Wij zijn
gefokt. Laat het de collega zien, hij wil hem zien. Kom, kom. Meneer, u heeft de wapen hier. Hij is daar, hij is daarachter. Hij is de collega aan het reanimeren. Hij mag gewoon even... Ja, maar bro, ik kan er toch niks aan doen dat hij hem aan het reanimeren is. Kom anders kijken, je hebt een wapen in je hand, man. Hij is hem aan het reanimeren, bro. Wat moet ik zeggen? Reanimeer je vriend niet meer? Meneer Red, we hebben dokter Sarah nodig. Het gaat niet helemaal lekker bij ons. Ja, ik ben zo terug. Jij naar joh. Waar is de rest? Bro, dit is het moment om naar de dingen toe naar de motor toe. Moeten we rennen naar de motor? Kom, heb je... Nee, luister. Als wij naar de motor rennen, dan eindigen we als gatenkaas. Ja, wat denk je anders hier binnen? Wat denk je anders hier binnen dan? Ja. Oh. We moeten ons... Hé, Gozer. Hé, Gozer, kom maar naar achter. Mijn collega gaat ook met me mee. Als je één keer dat mes opsteekt, dan... Oké. Hij gaat mee. Oké. Luister jongens, weet je wat er gebeurt? Ik ga afstand nemen. Ja. Nee. Ik neem afstand. Luister jongens, mijn collega die heeft een burger gegeten gisteren en die liet een scheetje. En hij heeft zo flauw als zijn maat, dus... Waarom is mijn collega neergeschoten? Hij is niet gestoken. Wat? Hij is flauw geworden van een scheetje. Hij is niet gestoken, joh. Hij is niet gestoken. Kom kijken, hij lult. Ja, CEO, ik ben zojuist naar binnen gegaan. Nu. Ik heb neergestoken. Ja. Rijden naar de motor, ja? Gaan we. Dat was een vraag, hallo. We gaan dood. Hallo, meneer. We gaan dood. Kom, naar buiten. Hallo. We gaan dood, lul. Maar niet uit, zo gaan we ook dood. Nee, we gaan dood. Ik ben niet dood, gek. We moeten gaan. Ja, dit voor niet jong, steek hem veel meer. Mag ik hem eraf halen? Als je dat doet, dan schieten ze naar binnen. Ja, maar nu ook. Kom, naar buiten rennen. Jongen. Zullen we naar buiten rennen? Ja. 3, 2, 1. Opa. Wat? Opa moet ook ready zijn. Iedereen moet ready zijn, weet je. Opa, zullen we het proberen? Laat het mes rennen, vallen. Mes laten vallen. Tja. Op de knieën. Wow! Wow! Boys! Boys! Boys, ik weet niet wat er is gebeurd! Wow! Wow, bro, adrenaline door mijn lichaam! Bro, wat gebeurt hier? Ik durf niet achter mij te kijken. Wow, ik had hem raar opengezet. Wow. Jongens, wat is er zojuist gebeurd? What the fuck? Hoe de fuck ben ik weggekomen, man? Hey maat, als je nog één keer belt, nu ga ik echt een melding maken, man, bro. Waar ben je? Want ik ben weg. Wie is dit? Rasta, gedraag je, man. Bro, net werd ik door iemand anders gebeld, man. No, waar ben je? Bro, ik ben ergens hier... Wacht, laat me je... Stuur mij een sms'je. Hi. Bro, Jongens, wat, bro, ik zit vol adrenaline, man. Wat is er zojuist gebeurd, bro? Oh, jongens, mag ik even weetjes in de chat? Dit was niet normaal. Bah, ik ben nog steeds gewoon full adrenaline. Enge loes gegeven, bro. Geen seconde kans.